Op Geesdorp hebben omstanders en hulpdiensten het leven gered van een automobilist. De bestuurder was met zijn auto van de weg geraakt en via een lantaarnpaal een sloot ingeklapt. Enkele meters doorgeschoven en vervolgens tegen een stenen damwand van een oprit hard tot stilstand gekomen. Na de crash lag de auto op zijn zijkant en de bestuurder met zijn hoofd onder water. Omstanders en de politie hebben vervolgens de gewonde man boven het water uitgetild, zodat deze lucht kreeg. De brandweer heeft de auto gestabiliseerd en omhoog getrokken, waardoor de bestuurder niet meer in het water hing. Hierna heeft de brandweer de man uit het voertuig bevrijd. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Dat was het voor nu. Er is meer nieuws op onze website uit de gemeente Woerden. Kijk daarvoor op www.woerden.tv.